welkom bij de Gender Reveal Party Vlog. Zien er nog heel moe uit. Ik ben ook echt doodmoe, zal ik je vertellen. Maar er komt straks allemaal wat op, dus dat komt helemaal goed. Maar het is vandaag zondag, 22 oktober. We zijn in een café van mijn moeder, Twee Klaveren in Amsterdam. En vandaag gaan we jullie vertellen of ons baby een jongen of een meisje is. Dus we zijn al bezig met versieren en doen. Sino is er ook. Ah, van Boet. Een hele leuke fotohoekje. Superleuk. Echt heel leuk. Nou, doe maar tafels. Hier drinken. Dit wordt de cadeautafel. Dit wordt de sweet table. Ja, bedrijf toch? Ja, mijn bedrijf is Piece of Cake. Kijk. Onze sweet table wordt nu opgemaakt. En dan staat er hier: happiness is a piece of cake. Cake without chocolate. Leuk, Bettina. Kijk, hier zijn alle lekkernijtjes, cupcakes, snoepjes. Superleuk. Oh, die chocolaatjes zijn ook leuk geworden. Leuk. En hier nog een beetje versierd. Hier allemaal plekken, ja? Ja? Heel leuk. Wat leuk! Oh, heel leuk, zie. Dat heb je natuurlijk van onze uitnodiging gepakt. Super, en het is nog echt leuk. Die achterkant is ook super leuk zo. Kijk, ik even zwart-wit wil. Ja. Ik vind het echt leuk. Ja, zwart-wit is leuk. Oh, wat leuk. En ik heb gif ook aangezet. Ja. Oh, dan gaat hij bewegen. Die kunnen ze dan mee. Leuk. Nou, nog veel te doen, dus ga eventjes verder met alles klaarmaken. Ben je er klaar voor, Faan? Ja, alweer. Zo, ik heb wat opgegooid. Ziet er weer een beetje fresh uit. Ik ben nu even helemaal alleen in de zaak. Iedereen is weg. Mama, papa en tante Vrees zijn broodjes halen. Faan is even ook naar de winkel. Nog even wat terugbrengen van versiering dat we nog over hadden. Sino heeft de poet klaargezet. Moet je kijken hoe leuk. En dan is dit de bedoeling. Kijk, dan hebben we een boekje. En dan kan je foto erin plakken en even wat leuks bijschrijven. Superleuk. Dan heb je nog leuke props die je op kan doen. Roze en blauw. Naar de dranktafel. Dit nog even opruimen. Nog even wat nootjes doen. Hey! Oh, kijk, Remy, de fotograaf, videograaf. Angelina, staat er niet toch? Hartstikke leuk dat jullie allemaal zijn. Een beetje hormonen. Ik hoor niks. Jij hoort niks? Nee. Kom maar naar voren dan. Meintje, Chatira, jullie zijn jaren vandaag, dus daar willen wij beginnen. Ja, echt gaan we zien met z'n allen. Ik krijg ook tranen nou. Echt zingen met z'n allen, hè? En als ze de jaren, hoera, hoera, dan kun je wel zien dat we zijn. En dan wordt alles zo prettig, ja, ja. En daarom zingen wij blij. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in dat gooi. Yeah.
Ik kan niet meer wachten, man. En de lift zit vol met allemaal cadeaus. Oh. Oh. Kijk. Ik weet niet waar we het gaan laten. Maar, oh, deze lift is zo irritant. Wacht, heb ik nog een deur, ja? Oké. Zo, het is vandaag de day after. En ik ben nog steeds heel erg moe van het weekend. Maar het was zo'n mooi, liefdevol en onvergetelijk weekend. Dat, ja, we moeten even vertellen hoe we het hebben gehad. Van, kom je? Cadeautjes liggen hier allemaal achter. Gaan we ze allemaal uitpakken. Gisteren waren we veel te moe. We konden echt niet... We gingen om 10 uur al naar bed. Ja. Toen dachten we, dan nemen we de volgende dag echt goed de tijd om alle cadeautjes uit te pakken. Nou, vertel, heb jij het ervaren gisteren? Ja, ik heb genoten van iedere seconde. Het was echt heel bijzonder. Om ieder zijn reactie te zien. Ja. En... ja, het moment dat we met iedereen bekend gingen maken, hoe gelukkig iedereen was, dat voelde je gewoon. Mm-hmm. En ook gewoon dat we het bij je moeder in het café hebben kunnen doen. Het was ook heel speciaal dat in mama's café kon, ja. Inderdaad. Zal ik gelijk even dat boek erbij pakken? Dan kan je gelijk even kijken. Hè? Huh? Dat boek. Ja, Sino, een hele goede vriend van ons, die is eigenaar van Boet. Fotoboot. Ja, het heet Boot, maar het zijn fotoboots. En die had hij als verrassing, tenminste een dag van tevoren, appte die hem. Ja, belde hem op. Hij zei van, hey, hoeveel mensen komen er, hoe lang gaat dat duren? En toen zei hij van, is goed, dan zet ik morgen de fotoboot neer. Ja. Nou, iedereen vond het helemaal geweldig. Kun je van die polaroids maken. Ja, ik was echt verrast. En dat iedereen ook had een boek meegenomen, dat iedereen een foto kon maken. Je krijgt er zeg maar 2 uit. Dan kan je eentje in het boek plakken en eentje mee naar huis nemen. En had hij een boek meegenomen waar iedereen dan ook iets bij de foto kon schrijven. Ik ga hem even pakken. Ja. Dit is het boek. Ik ga er even een paar doen, ja? Ja. Ik ga even leuk raken. Ga maar gewoon even genieten. Ga maar gewoon kijken en gewoon lezen. Ik ben heel veel geluk, gezondheid en liefde. Dus je kan op een bonnetje kijken. Michael. Ik ga even een sprongetje maken. Want ik wil straks alles op mijn gemak bekijken. Een sprongetje maken. En op wie kom ik? Alsof het zo moet zijn. De familie Papilaya. Kijk. Lieve Angela en Stefano, van harte gefeliciteerd met de zwangerschap. Jullie worden een prachtig gezin. Nou, jullie ook straks. Sergio en Michelle. Yeah. De volgende. Okay, nou, ik ga straks alles rustig lezen op. Ja. Nou, dan ga jij maar het eerste cadeautje pakken. We gaan nu alle cadeautjes uitpakken die we hebben gekregen. Is het groene? Oh ja. Ja, en die kleine hoort er ook bij. Welke? Nee, die groene. Ook een groene. Je hebt toch dezelfde verpakking? Oh, je pakt er gelijk een paar. Ja. Oh. Dit is van Loes. Dit is van Pip. Wat is dit? Leuk. Sterren op de muur. Oh, wat leuk! Heel leuk. Oh, het projecteert sterren op de muur. Ja. We hebben dat ook gelijk. Heel leuk! Luierwegwerpsysteem. Duw de luier hygiënische container in. Ja. Sluit geur en ziektekiemen af in een antibacterium. Ja, goed, man. Sluit met 1 draai geurtjes in.
dood 99% van de bacteriën. Ja, nou, heel mooi dit. Ja, maar dit willen mensen toch zien, wat hebben we gekregen? Daar gaan we toch op laten zien. Dan? Gaan we toch slopen? Wat wil je dan? We moeten toch uitpakken en dan filmen? Wat zijn we nu aan het doen dan? Je filmt toch niet? Ik film toch de hele tijd. Oh, dat zag ik niet. Zit je nou te lullen, man? Jezus, wat een b***er ben jij soms, zeg. Ik vind hem... Oh. Ga zitten. Gaat hij tegen... Zo typisch dit, hè? Wat denk je dat ik dit niet... Ja, ik snap het al niet. Ja, ik snap jou niet. Jeetje. Shamig. Ga ik vloggen dat we cadeau uitpakken, ga ik niet de camera uitzetten? Ja, dat is toch raar? Dat slaat toch nergens op? Nee. Zo typisch. Dit is echt Fano en Angela. Ja. Ja, mag ik nu? Jeetje. Hier. Weet je dat alles wat ik krijg qua knuffels, dat ik er zelf mee wil slapen? Thanks, Jack. Frankie, Chiara en Giovanni. Next, van onze Dina. Van de beste vriendin van Faan. Dina Lai. Natuur. Zitten. Dit is een speen. Oh, ja. Huh? Waar is dat voor? Hè? Is een speen dat met natuurlijke stoffen is gemaakt of zo, zei Lai. Echt puur natuur is. Ja. Volgens mij zijn dit. We moeten hem wel zullen. Oh. Wat zit je nou te lachen, ja? Gaan we nu nog even wennen. Ik ging alleen opletten of ja. Jij dit mensen krijgen ook wel dat elke keer te horen dat je dat zegt nu ook. Ik zag het, ik zag het al, maar ik kijk of jij aan het opletten mensen was. Zijn live erbij, dus die zien het. Dan zien ze allemaal om te kijken of jij scherp bent, hè? Ja, ik heb het wel door, hoor. Hé, maar kijk eens. Is voor jou, hè? Yes, alright. Sorry dames, mijn papa is bezet. Dan weet je dat alvast. Deze gaat dus elke keer om dat Faan met de baby weg is. Ja, bij de baby. Hoezo, waarom vind je dat zo belangrijk dan? Ja, dan. Waarom vind je dat zo belangrijk dan? Hans. Baby rules. Hansie, waarom vind je dat zo belangrijk dan? Ja, niet zo lastig dan. Dankjewel Dina. Dankjewel. Superleuk. Een top cadeaus. Een boezel en pip. Tot nu toe eigenlijk alleen maar de top cadeaus. En dat zal met de rest ook wel zo zijn. Oh, wow. Oh, baby. Het is van Tiny Rituals. Wel? Ja. Oh, is dat Sabine? Ik wist niet eens dat het bestond, Tiny Rituals. Ja. Yeah. Leaves Up. Met een nieuwe lijn bij Rituals. Het is nog niet zo heel lang. Dus voor de baby en voor mama. Dit is mild and smooth body lotion. Mooi kaart dan. Ja. Heel mooi, dankjewel Sab. En echt, ik ben heel blij dat je weer in mijn leven bent, hè. Dat weet je. Ah, slokjes! Oh. Kijk, je koekjes. Oh, zo ja. Die had Diana verse gemaakt. Dat gaan we nu gewoon echt proeven. Gaat er gisteren al. Hoe, die zien er lekker uit. American cookies. Ik ben een kenner. Dat is heel lekker. Ja. Deze van Thea. Is de beste vriendin van mijn moeder. Van Thea, je hebt je thee, toch? Heb ik Miss Piggy gekregen. Vroeger. Waarmee ik nu nog mee slaap. Ja, raar, wat zou daarin zitten? Natuurlijk moest Thea weer een varkentje kopen. Miss Piggy is voor vroeger, de mensen weten wel wie Miss Piggy is. Oh, je kan je hand erin doen. Oh, dan kan je mee spelen zo. Mm-hmm. SD Creation uit Alphen. Superleuk pakje. Ja, veel kleertjes al, leuke kleertjes, zeker hè? Zeker weten. Oh, prenatal. Prenatal. Altijd goed. Kunnen we zelf wat moois van kopen. Cameras love me. Leuk. Zo, heel mooi. Oh, wauwie. Heel mooi, Ken en Floor.
Hier hou ik ook echt van. Oh, leuk. Kijk. Heel mooi. Echt te gek. Sarah Minions. Oh, leuk. Sarah, ja. Deze hebben we van je ouders, hè? Ja. Van Piet en Tante Liep. Dankjewel. Stoere pakjes. En nu de andere. Andere beer. Die was heel mooi ingepakt gisteren. Ja. Maar die moesten we echt eventjes onderweg uitpakken omdat die anders was. Nee, maar hij was wel een beetje open daar. Dus ja. Ook hele leuke cadeaus van deze week. Oh, leuk. Klein. Zie die type pamper. Waar gaan we het allemaal laten? De babykamer is nog niet af natuurlijk. Van Char, Angelo, Shamar, mijn peetkind en Genova. Heel leuk. Bij een korf ook wel altijd handig. Gaan we gelijk even heen, hè? Ja. Zondag, zaterdag, zondag. Ja. Even die erop. We gaan de vlog afsluiten. Iedereen heel erg bedankt voor alle mooie cadeaus. Voor jullie komst bij onze Gender Reveal Party. Alle felicitaties. Je moet ook wat zeggen. Nee. Wat dan? Weet je wat ook leuk is om te vertellen? Is dat er binnenkort nog een aftermovie komt. Oh ja. Gemaakt door Remy Sapolitti. Ja. Hele mooie foto's gemaakt. Krijg je ook nog te zien. Van de Gender Reveal Party en met een filmpje. En ook nog special thanks to Greet en Blanche. Oh ja, ook belangrijk. Die ons ballonnen hadden geregeld van onze review. En de box. Jacino bedankt van Boot. Mama bedankt voor de klaveren. Twee klaveren bedankt. Thea bedankt voor de helpen. Tante Freya voor al het opruimen. En helpen versieren. Papa ook, maar papa was meer bezig met foto's maken. En gelijk heeft hij. En even kijken, wie hebben we nog meer? De twee meiden van Piece of Cake. Ja. Sonja en Shirley. Ja. En even kijken, wie niemand mogen, nu mogen echt niemand vergeten. Bettina voor de Bettina, Sweet Table. Daar zat ik even aan te denken, van de Sweet Table. Dus bedankt voor het kijken. Hopelijk vonden jullie het een leuke video. En tot de volgende keer. Yes, tot de volgende keer. Doei! Doei.